Het Armoedepact, waarin 55 maatschappelijke instellingen in Almelo verenigd zijn, hield de jaarlijkse conferentie in het Polmanstadion. Wat doet het Armoedepact eigenlijk? Dat is een platform eigenlijk waar allerlei organisaties partner van zijn, lid van zijn, om samen de armoede te bestrijden. Of in ieder geval zorgen dat we samenwerken met elkaar om mensen die in armoede leven ook optimaal te kunnen helpen. En dat is eigenlijk, we hebben dat jaarlijks deze bijeenkomst, daar zijn sprekers. In dit geval, in deze situatie, of vandaag hebben we vooral ervaringsdeskundigen. Heel erg belangrijk, omdat deze mensen weten hoe het is om te leven in armoede. En waar je vaak als hulpverleners het vanuit de boeken hebt, kunnen deze mensen heel mooi bijdragen aan van ja, maar hoe voelt het nu? Of wat hebben wij nou meegemaakt? Of waar zijn we tegen aangelopen? Dat is eigenlijk het thema van vandaag. Daarnaast hebben wij ook al een soort markt is er opgezet, waarbij je kan kijken als hulpverlener van nou, waar kunnen we elkaar vinden en waar kunnen we elkaar helpen. En dat doen we eigenlijk nou, jaarlijks en door het hele jaar door allerlei bijeenkomsten samen in Almelo. En nu zijn mensen aan het netwerken? Ja, nu zijn mensen aan het netwerken. Dat is heel een belangrijk onderdeel van ook deze jaarconferentie. Omdat je natuurlijk elkaar moet weten te vinden. Dat als je in een situatie zit waarbij je een klant of cliënt, de instanties noemen dat verschillend. Maar dat je kan zeggen, hey, wie kunnen we erbij betrekken om samenwerking op te zoeken om mensen te helpen. Ja. Ja. Eigenlijk ook een beetje de bureaucratie doorsnijden. Ja, dat eigenlijk dat je elkaar snel, korte lijntjes hebt, snel kan schakelen. Ja, ik kan me zo voorstellen dat iemand die zijn hypotheek niet kan betalen, dat ze allebei werkloos zijn geworden. Je vetpotje is op een gegeven moment op. En dan moet je toch het een en ander aan vaste bedragen afstaan per maand. En dat is het probleem eigenlijk. Dat kun je dan niet. En dan krijg je het incassobureau en zo gaat het van kwaad tot erger. Ken je zo'n situatie? Ja, zeker. Dat is iets van een alledaagse praktijk. Ik kan het een voorbeeld noemen. In ieder geval bijvoorbeeld met een huurwoning. Die zijn ook, de woningbouwvereniging in Almelo zijn ook lid van het Armoedepact. Ja, je kunt dan sneller elkaar helpen om wat je weet te vinden. Maar ik weet bijvoorbeeld ook mensen die werken. Die iedere dag benzine geld nodig hebben hè, om naar hun werk te kunnen gaan. Maar ja, als je verder geen toeslagen hebt, wel schulden hebt, beslagleggingen. Dan is het heel arm. Dat zijn de schrijnende situaties. Ja, en die willen we met elkaar in ieder geval zo goed mogelijk oplossen, elkaar weten te vinden daarin. Om het beste voor elkaar te krijgen. Maar iemand die dus geen geld heeft voor een benzinepotje, komt dat dan ergens anders vandaan? Ja, soms maak je wel eens een keuze in mijn vak dat ik dan een andere vaste last later moet betalen, omdat iemand wel naar zijn werk moet. Daardoor kan ik wel tegen een schuldeiser zeggen, ja, ik kan, deze persoon moet naar zijn werk. En dat heeft iedereen dan een belang bij, voornamelijk de klant zelf, maar ook om de schuldeiser te kunnen betalen als dat nodig is. Ja. En dan krijg je uitstel? Als iedereen er zo over dacht, ja, we doen ons best daarvoor. Ja. Maar het blijft een samenwerking tussen alle instanties. En dat, dat iedereen ook betrokken en op de hoogte is van wat zo'n situatie is. En dat is belangrijk. Dus bijvoorbeeld tijdens deze markt heb ik ook met mensen gesproken waarvan ik weet, die maken noodpakketten. Daar hebben mijn mensen die ik dagelijks mee te maken met mijn klantenbestand weer wat aan. En zo kun je zorgen dat mensen dan weer verder komen. Een klant van mij met een verslavingsproblematiek. Daar ben ik de bewindvoerder van. Er is een woningbouwvereniging bij betrokken. Er is een verslavingshulpverlener bij betrokken en een maatschappelijk werker. En wat we gedaan hebben, is eigenlijk over de grens heen gekeken, over de muur heen gekeken, elkaar gevonden om te zorgen. Want deze jongen die kwam uit een hele nare situatie, jeugdsituatie. En hij wilde heel graag verder. Hij wilde heel graag dingen oplossen. Hij wilde eigenlijk een normaal leven, om het zo te noemen. Maar hij wist niet hoe. Omdat we elkaar konden vinden, omdat we wisten en we elkaar kenden, hebben we ook vaak veel overleggen gehad en niet gekeken, nu zijn de uren voorbij, hè, wat je wel eens ziet in de zorg. Maar gewoon kijken, deze jongen moeten we op de rit krijgen. Deze jongen zit nu in een afkikkliniek. Gaat heel goed met hem. En dat durf ik eigenlijk wel te zeggen, dat we, omdat we allemaal een steentje hebben bijgedragen, omdat we allemaal een stapje harder hebben gezet, weet ik zeker dat het met deze jongen goed komt. Ja. Ja.
Dat is toch een mooie boodschap, zo vlak voor de kerst. Ja, zeker. Ja, toevallig ga ik morgen naar hem toe. Dus ja, dat zijn de succesverhalen. En dat betekent wel net wat stapjes harder zetten. En met elkaar samenwerken. Anders krijg je dat niet voor elkaar. En daar is dus het armoedepact voor. Het armoedepact voor, om elkaar daarin te vinden. Dankjewel hoor. Graag gedaan.